Allemaal en welkom bij mijn review van de BMW RG1200 Adventure. En deze fiets is gewoon, geeft zoveel vertrouwen in zo'n korte tijd. Het is echt, je stapt op en denk van nee, ik kan alles rijden ermee. Ongelooflijk. Knallen met spul, echt bizar. En ik hoor het al van de andere jongens die hier ook op hebben gereden, dat hij is zo makkelijk. En zij vinden hem zelfs een stiekem een beetje te makkelijk. Oh, heerlijk. Terugschakelen, die knal uitlaten, wat een ziek idee. Ik kan er wel aan wennen hoor, zonder koppeling rijden. Het geluid ook als je terugschakelt. Dat was de quickshifter, heerlijk. Ja, kijk, het is natuurlijk ook gewoon perfect te rijden met zo'n motor te spelen. Waar je inderdaad zou denken van, het is meer een stadsfiets, woonwerkverkeer, maar hij doet dit soort dingen echt heel goed. Ik heb nog niet op snelweg gereden, dat ga ik morgen wel even doen, dat verwerk ik ook in deze review. Even kijken hoe die dan is. Maar ja, ik vind het persoonlijk echt een hele lekkere fiets. Dat is een beetje jammer dat je hier zo hard remt voor mij dus. Maar zien we weer, niet down met een Kawasaki Versus is gewoon makkelijk nodig. Verder is deze fiets natuurlijk echt van alle gemakken voorzien. Het navigatiesysteem, de Garmin, die ESA, speciaal instelbare vering, die staat nu ook op Dynamic, dat werkt ook gewoon echt heel erg lekker. De motor staat nu ook helemaal in sportstand. Dus de hardste vering afstelling. Het felste reageren op gas en noem het allemaal. Maar het is dan echt een hele lekkere fiets. Verder je kan je ABS aan en uitzetten, je vering instellen. Je hebt een hele boordcomputer waar je allerlei dingen in kan doen. Cruise control. Zoals ik al zei, clutchless downshifting. Quickshifter. Dat is echt ongelooflijk wat er allemaal op zit. En hij voelt heel erg groot en ook aan de voorkant is het natuurlijk echt een heel breed ding. Maar als je ermee rijdt, dan voel je dat ook weer echt helemaal niet. En ik moet zeggen, dat valt me op bij al deze fietsen wel. Het massieve van hoe groot die dingen zijn, dat valt echt heel erg mee. Het is één ding wat me wel een klein beetje in de weg zit, dat is die ring. Met als je richting wil geven en zo, dan vind ik die ring een klein beetje in de weg zitten. Daar heb ik wel een klein beetje last van.
Maar voor de rest, als dat alles is. Ja, het is gewoon echt een perfecte machine. En zoals ik al zei, voor sommige mensen is het alleen iets te perfect. Omdat, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat misschien een beetje saai wordt. Ik kan er heel hard mee, heel makkelijk. Verder zit er ook onder deze motor echt prima, prima geluid. In ieder geval voor wat je er zelf van hebt. Dus misschien dat als je naar achteruit dat het wat minder is. Maar voor mij is het nog best redelijk. Hè? Dan hoef je niet direct een andere pijp op te zetten. Wat toch wel belangrijk is om te weten. Ik weet ook niet of dat BMW zelf al bepaalde opties aanbiedt om een andere pijp te leveren. Nou, kan je er verder allemaal over kwijt, hè, over zo'n motor. Het is gewoon echt een supergoed ding. Maar je betaalt er natuurlijk ook wel voor. Hè? Dat moet je niet vergeten. Hoeveel die kost, dat praat ik meestal niet over in mijn reviews. Meer van gewoon leuke stukjes laten zien, kijken hoe hard het gaat, kijken hoe plat het gaat. Ja, dan gaan we deze allemaal heel makkelijk, maar ook de quickshifter natuurlijk, dat kost allemaal ook wel flink geld. Voor mij hoe we hem hier hebben is die 28.000 of zo. Ik weet niet zeker, ga ik nakijken. Maar dat is echt wel serieus geld natuurlijk. Ja, je krijgt er ook wel heel veel voor. Dat wel, maar ja. Zoals ik al zei, het is voor zo'n grote fiets, het geeft ze gewoon zoveel vertrouwen. Je rijdt er zo makkelijk mee weg. Je gooit hem heel langzaam rond, straatje keren naar peanuts. Dus dat is echt wel heel fijn met deze machines. Dus als je op zoek bent naar een echte tourbuffel die ook nog wel hard kan gaan, dan is dit echt wel een snelle jongen. Dus ik hoop dat jullie iets aan deze review gehad hebben. Als jullie er iets aan gehad hebben, laat het even weten in de comments of klik op die like knop. Mocht je nog vragen hebben, kan je dat natuurlijk ook in de comments beneden zetten. En als je mijn andere reviews niet wil missen, dan of video's, ligt eraan. Ik weet niet wat erin aankomt, wat ik ga maken. Maar als je niks wil missen, dan zou ik je willen adviseren om op die abonneerknop te drukken. En voor nu is het einde van deze video. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie graag allemaal weer te zien tijdens een andere video. Zes. Bye bye! Zo, net even lekker gegeten. Weer een nieuwe motor meegenomen. Ja, eigenlijk gewoon typisch geval dat je niet op dat moet. Maar omdat het kan. Jezus, voeg eens wat sneller in, man. Maar het rijdt wel lekker dit. Ik heb alleen geen gear indicator, dat is wel raar. Ik heb allemaal een gear indicator gehad.